Mondiale journalistiek heeft vele instrumenten, maar als er één instrument is dat wij absoluut nodig hebben, dan is het woord, dan is het taal om te praten, om te schrijven, om te lezen over wat er in de wereld werkelijk gebeurt. En daarom heb ik twee niet-journalistieke mensen uitgenodigd, maar die wel uit 200% taal zijn opgetrokken. Lisette Manessa, wereldkampioene slam poetry en Belgisch kampioen en alle soorten kampioenen uit de slam poetry. En Piet Pirijns. Wel mijn hele leven journalist geweest, hoor. Ja, juist. Maar ook heel erg fijn met poëzie bezig. Ja, zeker. En dat was in deze de reden om jullie twee mee aan tafel te brengen. En we willen aan de hand van een drietal citaten werken. En het eerste citaat is een heel kort citaat, maar een niet zo'n makkelijk citaat om bij te vertrekken. En daarom heb ik het vooraan gezet. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. En ik heb dat genomen omdat het misschien voor mensen van mijn generatie heel erg indrukwekkend was over hoe belangrijk het woord was. Want het woord was God, zegt de Bijbel. Gaan wij nog wel om met woord als iets wat heilig is, wat absoluut respect verdient? Is het woord nog bij God vandaag? Ik zou dan denken, dat ligt er ook aan wat de betekenis van God is. En dat kan ook gewoon zijn de ontdekking of de magie die u beschrijft, dat kan ook die God zijn die nog steeds in de taal zit. Of de ontdekking van de taal. Als een kind voor het eerst een woord zegt, dan voel je al direct van, oh, hij zegt iets, hij spreekt. En er ontstaat iets en iedereen is, dat kan je ook God noemen, denk ik. Mm. Alleen, ik ben zelf ook opgegroeid met de Bijbel en met die eerste zin. Wat ik soms heel complex vind of zo, omdat ik het niet helemaal begrijp, maar ook weer wel. Ik denk dat deze generatie nog steeds de taal heel magisch vindt, maar dat hij dat niet per se doorheeft. Of daar of niet religieus benoemd. Ja. Religieus hoeft het niet te zijn, Piet, maar heilig wel? Oh, heilig? Nou, ik heb ook niet zoveel met heiligheid en niet zoveel met religieus. Of het woord in den beginnen was, ik twijfel eraan. Je kunt voor hetzelfde geld zeggen, in den beginnen was het beeld, denk ik. Mm. Ik heb het gevoel dat het beeld steeds meer het woord aan het verdringen is. En als het woord God was, dan was het woord in ieder geval ook de duivel. Dat is toch nog wel duidelijk. Woorden dienen om te communiceren, daar gaat het uiteindelijk over natuurlijk, maar woorden dienen ook om te liegen. De eerste keer dat ik daarmee te maken kreeg, op het eerste keer dat ik daarover las, het is echt een halve eeuw geleden, was Wijlen Paul de Wispelaar, die het op een bepaald moment in een artikel over woordzwendel had. Woordzwendel, dat betekende toen al dat je geen mensen ontsloeg, maar ze liet afvloeien, hè? Dat soort dingen. We hebben nog nooit zoveel woorden gebruikt als nu, social media aan alle kanten, maar gebruiken ze zorgvuldig? Gebruiken we ze op de juiste manier? Gebruiken we ze om iets aan openbaring te onthullen? Betwijfel het. Ja, maar toch denk ik dat de kracht van het woord nog hetzelfde is gebleven of zo. Ondanks dat ik ook vind dat het beeld het overneemt en dat we soms dingen moeten zien om ze te begrijpen. Maar toch denk ik dat. Want bijvoorbeeld als ik kijk naar mijn jongere broertje en zusje, zijn er heel veel Engelse dingen die ze ineens beginnen zeggen. Of sms-taal of social media-taal die ze dan ook uitspreken. Maar toch kan bijvoorbeeld een woord zoals snitch, zegt mijn zusje soms heel vaak, van, oh, je bent echt een snitch. En dan betekent dus dat ik haar heb verraden. Maar dat woord is dan wel supersterk en superkrachtig. En ik denk dat de taal nog steeds in deze generatie nog steeds heel erg krachtig is. Maar natuurlijk, het kan ook niet anders. We hebben geen ander middel om abstracte gedachten over te brengen. Dat is duidelijk, dat kunnen we met lichaamstaal niet doen.
Maar mijn pleidooi is er een van, pas op met woorden. Ja. Dat zullen we toch allemaal met elkaar eens zijn. Ik zie meer en meer woordzwendel ook. Ik zie mensen het woord misbruiken op allerlei manieren. Bestaat er nog zoiets als de waarheidswaarde van woorden? Je hebt het zelf meteen gehad over woordzwendel. Als we dat dan even naar de journalistiek halen, dan wordt het onnoemelijk belangrijk dat we woorden inzetten om de zaken zo goed mogelijk te beschrijven zoals ze zijn. Ook al zit daar altijd een kloof tussen werkelijkheid en beschrijving, maar je probeert die kloof zo klein mogelijk te houden. En je probeert vooral om niet omwille van de mooie woorden zelf een verhaal te beginnen vertellen dat loszinkt van de werkelijkheid. Nee, maar je zit natuurlijk toch meteen met het probleem dat woorden niet neutraal zijn en niet eenduidig. Ja, wat zeiden we vroeger over Nelson Mandela en wat zeiden we over Nelson Mandela toen hij één keer weer vrij was? En hoe werd een terrorist een vrijheidsstrijder? En hoe kan een woord totaal anders ingevuld worden? Ik maakte een interview met Leo van Broek, waar een heleboel heisa over was. Nu nog vrijstaand wonen is crimineel, was de kop die hij geautoriseerd had en nagelezen en daarna in twijfel trok. Maar daar nu even niet over. Vrijstaand wonen is crimineel. Dan gaat het over de betekenis die aan zo'n woord hecht. Het werd een rel, omdat mensen dachten van, hij bedoelt dus dat wij misdadigers zijn, terwijl hij bedoelde, het is onverantwoord. Je zag toen dat plotseling minister Bourgeois, of all people, in het Vlaams parlement moest komen zeggen, ja, maar hij bedoelt crimineel zoals in de uitdrukking hij is crimineel zat. En dat betekent iets anders dan. Nu, zo zie je hoe woorden tegelijkertijd wegwijzers kunnen zijn en verkeersdrempels. Maar in de journalistiek moet je heel erg oppassen, denk ik, met woorden die fout begrepen kunnen worden. En dat gebeurt voortdurend. Hoe ga jij daarmee om, Lisette, als je, want je doet op podium aan slam poetry, waar je dus veel meer in de richting gaat van wat Piet nu benoemt als werken met die meerduidigheid, en maar ook in jouw geval met ritme en wat daar rond zit. Maar je schrijft onder andere ook voor ons columns. Op dat moment, het zijn geen journalistieke stukken, maar het zijn wel geschreven stukken waarin die meerduidigheid in een heel andere context terechtkomt. Is schrijven moeilijker dan spreken, publiek spreken? Of zit dat voor jou in hetzelfde spectrum? Ik weet niet of het nou wat moeilijker of makkelijker is, maar wat wel heel erg verandert is dat als ik iets schrijf om bijvoorbeeld te laten publiceren of een column of zo schrijf, dan laat ik het los en dan is het een papiertje of zo. En dan zit het niet meer vast aan mij of aan mijn gezicht of aan gewoon dan zit het niet meer vast aan mij. En op het podium spreken, dan weten mensen dat ik de woorden zeg. En ze weten waar die vandaan komen. En alle woorden die ik zeg, die horen dan ook bij mij. En op het papier is dat veel minder zo, heb ik het gevoel. Maar als jij voorleest, dan is het lyrische ik dan gelijk aan het ik? Nee, toch, hè? Niet noodzakelijk, nee, dat is niet per se. Maar het is wel het beeld. Het is wel wat de mensen waarnemen, dat zijn de woorden en die ze horen, maar ook ik die ze uitspreek. En dan kan het natuurlijk nog steeds zijn dat ik een woord anders zeg dan het binnenkomt bij iemand of zo. Maar het is wel heel anders dan wanneer ik iets loslaat. Goed, ik ga even een tweede citaat in het gesprek gooien. Het is een citaat van een van mijn lievelingsschrijvers op dit moment, Suleiman Adonya. Suleiman is een Eritrees-Ethiopische schrijver die opgegroeid is voor een deel in Saudi-Arabië en dan in Groot-Brittannië en nu in Brussel woont. En in zijn laatste stuk dat vorige week verscheen, schrijft Suleiman: een taal leren als tiener of als volwassene is uitermate moeilijk. Zeker als je al een geschiedenis hebt van herhaalde migraties tussen talen en landen. Het is niet alsof je nieuwe woorden inslikt als rijpe brokken passievrucht die door je keel glijden. Het lijkt meer op kauwen op een steen en daarbij je tanden breken. Alleen maar om de funderingen van die nieuwe taal uit te zaaien over je tong, die al zwaar is van al die andere talen die erop liggen. Het gaat, met andere woorden, om meer dan enkel woorden.
Het gaat om het verwerven van metaforen, het leren van de nuances, de synoniemen, de geschiedenis van woorden, de culturen, het ritme van hun wortels. Wat een cliché is voor een moedertaalspreker, kan een juweeltje zijn voor wie een taal begint te leren. Meertaligheid, talen, het belang van taal. Suleiman zegt hier, ook als je het wil, is het niet zo eenvoudig. Je moet, hij zegt ook verder in het stuk, elke keer als ik een nieuwe taal moest leren, had ik ook het gevoel dat ik afscheid nam van een vorige taal, want die deemsterde weg. Ik kon ze niet allemaal tegelijk vasthouden. Hij heeft overschot van gelijk, denk ik. En dat is natuurlijk op allerlei manieren bestudeerd. Taalverwerving en taalverlies. Je merkt dat toch vaak aan mensen die al 30 jaar in de Verenigde Staten wonen en die hun moedertaal voor een gedeelte kwijt zijn geraakt. Ik ken bijna geen enkele schrijver die niet in zijn moedertaal bleef schrijven, ook al woonde hij 30, 40 jaar in een ander taalgebied. Brodsky bijvoorbeeld, de Russische dichter Brodsky, woonde zijn hele leven buiten de Sovjet-Unie bijna, maar bleef in het Russisch schrijven. Kundera was al 40 jaar in Parijs, of althans in Nantes, in Frankrijk, en bleef in het Tsjechisch schrijven. Als Ilja Leonard Pfeiffer, die 15 jaar in Genua woont, een boek over Italië schrijft, dan schrijft hij dat in het Nederlands en zal hij het later vertalen in het Italiaans, wat hij nu met Grand Hotel Europa heeft gedaan. Dus ja, het lijkt mij de logica zelf wat hier staat. Een taal verwerven gaat niet makkelijk. Je hebt verschillende taalregisters. En je kunt een taal leren op verschillende niveaus. Je moet een onderscheid maken, denk ik, tussen het behoren tot een taalgemeenschap en een communicatiegemeenschap. Dat onderscheid, ik geloof, Jan Blommaert heeft dat gemaakt in een van zijn boeken, een sociolinguist. Je kunt tot een communicatiegemeenschap behoren zonder een taal in al zijn finesses te begrijpen. En dat hoeft ook niet. Nieuwkomers verrijken die taal op allerlei manieren. Talen vloeien in elkaar over. Meertaligheid is ongetwijfeld een troef voor mensen. Daar twijfel ik niet aan. Maar daarom hoef je nog niet de taal te kennen op een niveau waarin je er een roman in kunt gaan schrijven, lijkt mij. Maar wat ik het mooist, of ja, wat ik het meest uit deze woorden haal, is eigenlijk dat hij zegt dat een nieuwe taal leren niet per se enkel moeilijk is doordat het een nieuwe taal is en een nieuwe grammatica, een nieuwe spelling en nieuwe woorden, et cetera. Maar dat het juist moeilijk is omdat je met die taal, als je die verplicht moet leren, je eigenlijk vooral bezig bent met het leren nieuwe mensen te begrijpen. Mm-hmm. En je bent eigenlijk aan het leren een cultuur te begrijpen. Je bent aan het leren om een geschiedenis te begrijpen en waar jij dan in die geschiedenis zou staan of voor deze mensen zou staan. En dat eigenlijk ook, of zo zie ik misschien wat hij zegt, dat eigenlijk de moeilijkheid is, mm-hmm, aan een nieuwe taal. Omdat je dan, je moet proberen zijn zoals de mensen die de taal spreken. Dus ondanks dat jij dat niet bent, omdat jij de taal ook helemaal niet spreekt en die mensen ook niet bent. Maar toch moet je je daar zo vaardig mogelijk in maken, zoiets. Je hebt zelf een meertalig leven, zou je kunnen zeggen. Heb je dan het gevoel, na een kort stukje leven dat je tot nu toe geleid hebt, want je bent nog niet heel erg oud natuurlijk, maar voor mij voelt het zo lang. heb je dan het gevoel dat je daardoor verrijkt wordt door die meertaligheid? Of is dat toch vooral dat je aanloopt tegen de beperkingen die dat meebrengt? Nee, het is ongetwijfeld een verrijking, ongetwijfeld, om meerdere talen te kunnen spreken. En ik vind het ook eigenlijk veel belangrijker, want ik spreek dan ook Engels, een beetje Frans en ik probeer Portugees te leren, omdat ik heel graag met de mensen in Brazilië wil kunnen communiceren. Maar ik vind die meertaligheid in mijn geval veel belangrijker dan één taal perfect te kunnen spreken. Mijn ouders had genegeerd en enkel Nederlands was gaan spreken, dan zou ik misschien enorm goed Nederlands kunnen schrijven,
veel beter dan nu misschien, maar dan zou ik niet met mijn oma kunnen communiceren. Dan zou ik niet kunnen begrijpen wat mijn Rwandeesheid is. En zo verder. Ik begrijp wat je bedoelt, hoor. Ik ben rond mijn 25ste in Nederland gaan wonen en werken een tijd. Separated by the same language. Maar verdomd dat het waar is, hoor. Ik moest mij aanpassen aan een cultuur. En dan ging het echt niet alleen over de andere betekenis van poepen in het Nederlands en in het Vlaams, maar ik moest een cultuur leren en dat was best lastig. En naarmate, kijk, Vlaams en Nederlands zijn intussen zo ver uit elkaar gegroeid dat als je een kinderprogramma op televisie ziet of als je een Disney-film ziet die postgesynchroniseerd wordt, dan zie je dat die in Nederland in het Nederlands en in Vlaanderen in het Vlaams wordt nagesynchroniseerd. Omdat we wel kunnen geloven dat een konijn kan spreken, dat een konijn een broek draagt, maar niet dat een konijn Nederlands spreekt. Dat kunnen wij als Vlaming niet begrijpen. En die culturen zijn anders. En voor mij duurde het echt een paar jaar op zo'n redactie waar ik toen werkte van Vrij Nederland. Het duurde een paar jaar voor ik mij die cultuur eigen gemaakt had die andere wortels heeft, toch, dan de onze. En dat zal, denk ik, omgekeerd ook gelden. Ja, zeker. Ook, ik heb sowieso heel vaak altijd familie gehad in België. Maar wanneer ik echt in België kwam wonen, leerde ik pas wat Vlaams was. En dat het Nederlands wat we hier spreken niet hetzelfde Nederlands is als in Nederland. En het is niet alleen de tongval, hè? Het is meer dan dat. Ja, en het zit bijvoorbeeld echt in de allerkleinste dingen, zoals vragen hoe het gaat en dat iemand dan altijd ça va zegt, maar dat die ça va... Ça va kus tegenwoordig. Ja, maar dat die ça va ook ligt aan de intonatie wat de persoon bedoelt. Terwijl in Nederland is het van, ja, het gaat niet goed. Of, ja, het gaat goed. Ja, prima. Als je dat al hebt tussen Vlaanderen en Nederland, dan heb je dat natuurlijk a fortiori. Ja. Tussen continenten en... En ergens ook in zijn citatie zegt hij ook iets van... Dat je dan een beetje een deel van jezelf verliest omdat je weer met een nieuwe taal bezig bent. Dan heb ik ook het gevoel dat wie je bent ook een beetje anders is in een andere taal. Maar ook weer al die talen die je dan spreekt vormen dan ook wie je bent, zoiets. Mm-hmm. Voor mij is het citaat ook van belang omdat het op een heel ander niveau misschien een vraag stelt bij de manier waarop wij schrijven voor een steeds diverser wordend publiek. Want mensen die pas gearriveerd zijn in België, die bijvoorbeeld uit een oorlogssituatie komen in Afghanistan of Syrië, of die gemigreerd zijn vanuit West-Afrika en hier terechtkomen, die lezen in de zinnen die wij schrijven misschien andere geschiedenissen dan die wij vermoeden. Ja, maar ik denk dat ik er ergens al van uitga dat mijn teksten, of dat ja, wat ik schrijf, niet per se de norm is of zo. En dus ik ga er al van uit dat er dingen zijn die er niet begrepen in worden of zoiets. En dat laat ik zo, of dan leg ik ze extreem uit. Ja. Maar dat betekent dat woorden, taal, die wij toch zien als de belangrijkste brug tussen mij en de anderen, dat die heel vaak heel wankel zijn. En dat we dus over een bruggetje lopen dat voortdurend dreigt in te starten. Ja, maar daardoor denk ik dan ook dat de taal die brug dan weer oplost of zo. Omdat je kan dan weer verder spreken om uiteindelijk uit te leggen wat jij daarmee bedoelde of zo. Denk ik. Als je in directe communicatie bent, het is wat ingewikkelder. Ik zit de hele tijd te denken natuurlijk als journalist. Je levert een tekst af en die tekst moet het werk doen. En wat jij opgeschreven hebt, kan heel anders aankomen. Dat is zo, maar het is tegelijkertijd ook een beetje een voordeel natuurlijk. Want anders zou de poëzie niet meer mogelijk zijn. Het is een absoluut misverstand dat poëzie meteen begrijpelijk moet zijn. God bewaar me. Dan kun je de poëzie wel uitsluiten. En dan gaat het weer over die taalregisters. Jij gebruikt als journalist natuurlijk een ander taalregister dan de stedenbouwkundige of een ander taalregister dan de dichter en een ander taalregister dan de politicus. Dat, tuurlijk. Mag ik een derde citaat in de groep gooien?
Een derde citaat dat vanuit Zuid-Afrika komt. Palesa Kaletlaka, die ik jaren geleden sprak in Johannesburg, een documentairemaakster. In een taal, zegt zij, worden ervaringen van voorbije generaties opgeslagen en doorgegeven. Daar hebben we het er net ook al over gehad. Een taal biedt het kader waarbinnen mensen hun eigen realiteit kunnen begrijpen. Wie toegang heeft tot een andere taal, krijgt ook toegang tot een andere ervaringswereld en een andere wereldvisie. En andersom is het verdringen van een bestaande taal niet veel anders dan het ontkennen van de legitimiteit van de culturele traditie die erin vervat zit. Taal is een plek waar strijd geleverd wordt. Een zwarte die zich waagt in een traditioneel blank territorium, zoals de media, de boekwereld, het parlement, die het net aanbrengt, moet zich altijd aanpassen. Het is het oude verhaal van Robinson Crusoe en Vrijdag. Het is Vrijdag die de communicatie mogelijk maakt door de taal van de aangespoelde blanken te leren, niet andersom. Dat is op zich interessant, daar zou ik het graag willen over hebben. Is het territorium en de taal gebonden? Je kan... Lijkt me flauwekul, ja. Ja? Nee, natuurlijk. Nog eens, je kunt een taal spreken op verschillende niveaus. Je zult met alle moeite die taal leren. Je komt uit, wat zullen we zeggen, uit Afghanistan. En je leert Nederlands en je komt in Brugge en je wordt dan niet meer begrepen. Limburgers en West-Vlamingen begrijpen elkaar soms niet. Aan de andere kant zie je Nigeriaanse voetballers. Die zijn welkom, want die spelen beter voetbal dan wij. En daar zie je van een aantal jongens leren binnen de 6 maanden... hebben ze een woordenschat waarmee ze zich niet alleen op het veld kunnen behelpen. Ik kom terug op wat ik daar straks zei over de taalgemeenschap en de communicatiegemeenschap. Je hebt je eigen taal waar je mee kunt behelpen. Je spreekt soms 3 talen. Je hebt je lichaamstaal. Er is zoveel waarmee je kunt behelpen. En, nou ja, ik ken een aantal politici die hier geboren en getogen zijn, waarvan ik denk van leer de taal eens. Tot welke hoogte? Ja, ik denk dat het ook ligt aan wat je nodig hebt of zo. Want ik denk dat de taal sowieso een belangrijk middel is om elkaar te kunnen begrijpen en te kunnen communiceren, zoals we dat al de tijd hebben gezegd. Maar zover nodig. Als je als grootmoeder naar een nieuw land verhuist of migreert of wat dan ook, en dan enkel het nodig hebt om te kunnen spreken op de markt, dan is dat wat je nodig hebt. Exact. En dan hoef je niet 10 jaar lang cursussen te doen om proberen de taal helemaal onder de knie te krijgen. En als er dan brieven binnenkomen en die grootmoeder heeft een buurvrouw of een kleindochter of zo, iemand die haar kan helpen, dan is dat meer dan genoeg. Exact. Mag ik weer eens naar mijn Nigeriaanse voetballer? Als die weet wat een strafschop is en als die weet wat links is en rechts is en pasje breed, ja, dan kan die functioneren. Niemand heeft daar een probleem mee, want hij spreekt Nederlands in zoverre hij het nodig heeft. Ja. Het gaat om communicatie. Ze moeten zich kunnen redden. En ik vind het ook juist jammer als ik dan nadenk over die persoon die dan de taal zou moeten leren. Ik vind het zo jammer dat ik juist niet zijn of haar taal ken om die persoon een keer te leren kennen. Of om te weten wat voor grappen die persoon maakt. Of wat voor verhalen hij of zij zou vertellen, mocht dat in zijn of haar moedertaal kunnen. Piet, je had nog een gedicht meegebracht over taal. Ik heb een gedicht meegebracht over taal, ja. Ga ik voorlezen. Zullen we daarmee afronden? Ja. Lijkt mij geschikt en gepast in deze. Zegt hij, ja. Een gedicht van Anton Korteweg. Hij vergelijkt de taal met... We zitten hier aan de rand van een watertje. Dat kun je nu niet zien. Tenminste, dat zien wij, maar je ziet de kijker niet. Maar aan de overkant is een riviertje. En daar zie je af en toe een eend. En een eend is zo'n beest dat... Ja, een eend kan niet veel en de taal ook niet. Daar gaat het over. Arm is de taal, doodarm en maar een eend. Een eend kan immers alles, maar niets goed. Haar zwemmen is met heel het vette lijf in het water maar wat wapperen met de poten eronder en het beste ervan hopen. Haar vliegen is een ramp.
Al dat geklapwiek is juist voldoende om niet neer te storten. En trouwens geen gezicht. Die kogel rond de kop krachtig vooruit. Of die het lijf moet slepen. Haar lopen is het schommelen van een moeder van talrijk kroost. Aan weerszij zware tassen die achterna gezeten wordt. En dan dat eeuwige verongelijkt gemompel. Toch denk ik dat een eend gelukkig is, al kan ze alles slecht. Want beter alles slecht dan één ding goed gekund. Dan sterf je uit. Ja. Taal als instrument om elkaar te begrijpen, om de wereld te begrijpen, om journalistiek te bedrijven, is een eend. Laat ons het daarbij houden. Niet zeker of ik het daarmee eens ben.